Oké, een korte introductie in chatbot-technologie. Mag ik geluid op de... Stefan, er zit geen geluid op. Oh. Ik had even moeten waarschuwen, ik trek even het kabeltje eruit om te kijken of er geluid komt. Ik steek even het kabeltje er weer in om te kijken of er geluid komt. Ah, mij maakt niet zoveel uit. Oké, ik waarschuw even. Stefan, het kabeltje zit er weer in. Ja. Oké, kijk, dat maakt me niet uit, want dit filmpje is nogal belangrijk, want hier wordt uitgelegd wat... Ik zie de geluidsman wat zenuwachtig kijken. Komt niks binnen. Oké. Als je kijkt naar chatbot technologie. Chatbots zijn kleine stukjes software die meestal actief zijn binnen messaging. Binnen verschillende messaging apps zoals Facebook Messenger. Je hebt ze ook los in de webbrowser. Er zijn verschillende toepassingen daarvan. En je kunt daar dus mee in gesprek gaan. Of zoals bijvoorbeeld in Facebook Messenger een specifieke multiple choice vraag beantwoorden. Of kiezen uit een menustructuur. Die kunnen verschillende dingen doen. Je kunt een film reserveren, je kunt een restaurant reserveren, je kunt iets vragen over kleding. Dus er zijn heel veel van dat soort verschillende chatbots actief, die over het algemeen goed zijn in één ding, heel erg specifiek. Dus één ding kunnen ze over het algemeen goed. Dus die beelden die je wel eens geschetst ziet over dat chatbots van alles al zou kunnen op een, zeg maar, een menselijk waardig niveau, dat is niet waar. Ze kunnen over het algemeen één ding specifiek. Dus de bot bijvoorbeeld van het Anne Frankhuis in Amsterdam, die kan heel specifiek vragen beantwoorden over openingstijden, wat daar te zien valt en een stukje geschiedenis, et cetera, et cetera. Dus er zijn heel veel verschillende bots in allerlei soorten en maten. Vaak dus actief binnen social messaging platformen. Nou, in dit geval Kik, maar ook Facebook Messenger. Even kijken, we gaan het even bellen. WeChat, Allo, Slack, etc. Het is een hele trits van platformen voor specifieke bots. En wat zien we ook, en daar, dit is ook te verklaren waarom er steeds meer interesse is in chatbots, is omdat die social messaging applicaties steeds vaker gebruikt wordt. Sterker nog, het is een grafiek social media versus social messaging. Sterker nog, dit is al wat een oudere sheet, dus je kunt nagaan hoe hoog dat inmiddels al wel is. Waarin blijkt dat we vaker actief zijn op messenger platformen dan op social platformen. En dat herkennen we misschien ook wel. Je herkent het misschien dat je zeg maar 2-3 jaar geleden zet je een foto op Facebook en nu drop je hem in WhatsApp of Facebook Messenger of vergelijkbaar. Dus we maken steeds meer de shift naar messaging applicaties. En daar ligt als het ware een laag van conversatie op. Dus we spreken niet meer over there's an app for that, maar there's a bot for that. En eigenlijk zijn bots zijn dus apps bovenop apps. Je kunt een taxi bestellen, spelletjes spelen, telefoon, stickers, e-commerce, et cetera. Dus kleine stukjes software waarmee je in conversatie tussen jou en het softwareprogramma bepaalde taken kunt volbrengen of informatie kunt verkrijgen. Nou, waar hebben we het dan over? Pizza bestellen, boodschappen doen, audio, reisboeken, het weer opvragen, et cetera. Dus voor hele kleine taakjes zie je steeds meer hele specifieke chatbots. Bijvoorbeeld binnen Messenger of Telegram. Chris Messina, die werkt bij Uber, die sprak al snel over conversational commerce. Dus in gesprek met je klant en op basis daarvan de commerciële mogelijkheden verkennen. En wat zien we? Heel veel grote bedrijven doen al mee, stoppen er onwijs veel tijd en geld in. We zien Apple met Siri, Google met Now, wat nu de Assistant is, Amazon Alexa, Microsoft Cortana. Dit is nu Bixby van Samsung geworden. En je ziet een enorm ecosysteem van bots en virtual assistants. En ontzettend veel grote bedrijven die daarop inhaken. Dus ik was in mei bijvoorbeeld in Silicon Valley. En daar werd ook onwijs veel gesproken over conversational interfaces. En
waar bedrijven heel lang hebben gezegd, goh, we moeten iets met social media, is het nu heel erg van, oh, we moeten iets met een chatbot. Misschien een gedeelte van jullie zit daarom vanavond ook wel hier. In Amerika was het heel erg, we moeten een skill. Hè? Dus je kunt aan Alexa kun je bijvoorbeeld een skill toevoegen. Dus één vaardigheid die Alexa kan. En dus bedrijven zijn heel erg aan het kijken, hoe voegen wij onze skill toe aan deze slimme speaker. De baas van Microsoft zegt ook, bots are the new apps. Nou, voor de mensen die echt nog nooit zo'n conversatie hebben gezien, in dit geval van een bot in Messenger, zo ziet dat eruit. Het is de bot van Ray-Ban, waarmee je in gesprek en in een menustructuur je keuzes kunt maken. Nu moet ik wel zeggen dat deze specifiek, maar dit is ook een beetje in het tijdperk waarin we zitten. Vincent zal daar nog wat over zeggen. Op het moment dat de taakomschrijving heel helder is en je doet multiple choice, dan kan er niet zoveel fout gaan. Maar echt de diepgaande conversatie met dit soort nieuwe technologie, met bots. Je kunt ook overduidelijk zien overigens dat dit een demo is, want bij mij loopt het eigenlijk nooit zo soepel. Maar dat is wel zien. En over niet zo soepel gesproken. Hè? Wie van jullie gebruikt wel eens Siri? Steek je hand eens omhoog. Wie van jullie spreekt als? Oké, wie is daar echt heel erg tevreden over? Ja, vrijwel niemand. Je kunt ook zien, hè? Hier Siri, I'm bleeding really bad. Can you call me an ambulance? From now on, I'll call you an ambulance. Oké. Dus dat is ook een beetje de status van Siri. Ja, ik weet wel. Nee, ik bedoel, het kan veel meer. We gaan dus steeds meer in gesprek met bots en kunstmatige intelligentie om ons heen. Daar zitten een aantal voordelen aan. Ik heb even een kort lijstje gemaakt. 24 uur per dag, 7 dagen per week customer service. Geautomatiseerde processen. Het is laagdrempelig voor klanten om gewoon in gesprek te gaan in de conversatie in de messaging app. Je ziet ook dat bedrijven steeds meer app, dat mensen steeds meer app moe worden. Hè? Dus we downloaden vrijwel geen nieuwe apps meer. En bots kunnen daarvoor een nieuw platform zijn. Nou, er is een grote gebruikersgroep, met name binnen Facebook Messenger. Het is makkelijk te gebruiken. Je kunt sneller updates draaien. En je kunt gebruik maken van de data vanuit de gevoerde gesprekken. Ik hoop dat hier geluid op zit. Het is niet cruciaal, anders praat ik gewoon een soort sportcommentator. Praat ik er even overheen. Dit is Caicito. En Caicito is een bot binnen Messenger, zoals je ziet. En die kun je vragen stellen, bijvoorbeeld over hoeveel geld heb ik te besteden. Hoeveel geld heb ik besteed aan muziek in de maand maart. Dus deze bot die helpt je met je financiële zaken. Een goed voorbeeld van het gebruik van een bot. Dit kan overigens niet in Europa in verband met wetgeving. In Amerika wordt die veel vaker gebruikt.